Mensa, was zu Garage gemacht, ich sage, die Nadine hat betalt. Die Gedicht, was vor ich die nachher iets doen, benannt hat ich mein Gedicht in een taal. Ik heb mijn Gedicht sehen in een taal, wat ich groot opgeraakt mit in een Skaaps. Weet je om hello te zeggen, Kaaps? Awe. Wanneer ik zeg hello, zit jij awe. Hello? Awe. Hello? Awe. Maar haal twee duimen met ogen. Wanneer ik zeg hello, zit jij awe. Hello? Awe. Hello? Awe. Wanneer ik zeg hello, zit jij awe. Hello? Awe. Hello? Awe. Spotprint. Ik heb die spotprint gekies om hier, die was mijn eerste memory van de Pilose Week. En door die jaren heeft het net evolve en evolve. En die is, ik heb het contextualized, maar je kan zien hier, die OC even zijn mazen. Ik weet niet wat die voor is. Ik zal laten zien. Ik weet niet om dit te zien. Zo, als Fanny, als hij beginnen mensen zijn opinions vragen. Ik heb de dag gespandeerd op elke stad. En als twee mannen wat op de straat slapen. Een man zijn naam is JJ. Toen vraag ik van JJ. Ik zeg, waar wat Athens nou zoeken? Ze zoeken 2 biljoen rand. Om 2 biljoen dollar. Om uit te, hulle moet hulle uitbuil. En hy sê, joh, Reda, hy sê af de Athens. En hy het een opinion gehad van wat Athens aan die Kaap gedoen het, so. die is my gedig, en just for frame of reference, ek contextualize it. Alright. Athens! Athens se maase! Daar is reg. Sy moet het glo, onze eie mense daarboe, protect die leigatte wat so lekker lewe, terwyl my kinders kake biene biewe, van die kouwete, gemeng met die klank van hongerte, wat een rasende beat slat in hulle tanden. Die selfde Athens, wat onze shine geintercept het, nou soek hulle check met 2 biljoen dollar, wil ons lekker lewe van een Olympic quick fix, en ons vergiet, ons help hulle uit, en vergiet hoe hulle ons se shine geintercept het in 96. Echt in sy maase, man. 2 biljoen rand word rondgegooi op aeroplane praatjes, gedurende parties met die beste drankies en savories. Negotiations for the betterment of private transport systems as al musiek wat die aand aan die brand hou. Fokkie ou wat skarrel net buitenkant die paleise hek. Ons maak jou eides a private jet. En dan kan ons nog een voor om pita vreters uit te buil. Wat nogal een concern. Athens wijs net een paar mensen wat in langlijnen staan en wacht voor een bietsie kroon. Foef, gauw kijk eens hulle uitgehelp. Daar transform een ander man zijn melk in room met 2 fucking biljoen. Jo, hulle moet net saam my kos staan op die eerste van die maand. Wanneer ons mama sy medikasie moet gaan sys by die daghospitaal, Athens sal sê, naai my bro, hou die kroon. As hulle voel hoe het is om die daghospitaal sy walms te sidestep, anders te sal hy klanke vir jou tekkel. En moenie eens praat van hy bra wat achter jou staan en die verkeerde langlijn die sy kel jou achter jou nek tref aan die einde van een violent hoes. Rente kyk al liever met 2 biljoen rand, Athens sy maase. Koos hier die wijn gewoon naar 96. Ek staan op die parade. Die tension is hoog. Amal is op een moose paap. Dis amper soos die Messiah self appearance gemaakt. Omriede, die vlam wat laat die pijn verdwijn, kon naar my land toe. Wow, 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 wow. As die selle vlam nie eens vir Athens sy pap dit kan maak, dan is die julle operation moes een VIP party. Julle flows redag hier van my nie. Nee, redag. Ek onthou, toe 2010 vir die landse lanies geëindig het, hulle die bolle afgeblaas en weggepak in die kas, en die TV's en winkelvensters weer begin Generation speel. Die volgende dag was die treine weer laat. Ek het wat,
Wat skiet my lanselanie nog 'n saad? Mooi vraag, Bob. Jou iets. Nee, is maar voor jou. Nee, voor jou. Wat het twee beloem om die waarheid te piets? Gebruik Iris hy kroon en upgrade van Metro Plus. Sy wil vir Athens uit buil. Hy gedrag soos my ouma gesê het, is 'n bietjie warm in die bas. Ek onthou toe die TV-kameras gelyn het en daar was fokkel meer exciting vir die nasie te wysie. Net een bra wat man alleen staan en die parade skoonmaak. Soos my geskiedenis het die papiere lusteloos op die parade rondgewaai. Soos my geskiedenis het hulle papiere net daar gelos vir my te laat optel. Soos my geskiedenis was die hele parade heeltemal verwoes. So nou sê ek, Athens se ma se poes. Yeah.